Mario Kart 8 kwam in 2014 uit op de Wii U en 3 jaar later als zijnde deluxe versie op de Nintendo Switch. En na dit spel zo'n 2 jaar lang te hebben gespeeld, leek het me leuk om te kijken wat mijn top 25 Nitro Tracks van Mario Kart 8 Deluxe zou zijn. In deze video kijk ik alleen naar de Nitro Tracks en de DLC Cups exclusief de Retro Tracks in deze cup. Deze toplijst is compleet naar mijn mening, dus maak je geen zorgen of word niet boos op mij als jouw lijst er anders uit zou zien. En dat gezegd te hebben... Mario Kart 8! Nummer 25. Excitebike Arena. Een hoop mensen hebben een nostalgisch gevoel bij dit circuit omdat zij vroeger Excitebike hebben gespeeld. Ik heb dat spel nooit gespeeld totdat het verscheen als een van de Nintendo Online Service spellen. Hier heb ik het voor het eerst gespeeld. Voor 5 minuten totdat ik dacht, oké, dit is niks voor mij. Verder, meer circuit gerelateerd, vind ik het überhaupt niet heel bijzonder. Je rijdt gewoon een heel groot rondje met een paar obstakels en vaak neemt de CPU niet eens alle RAM's, waardoor je al snel een hele grote voorsprong hebt. Om die reden... en omdat ik het gewoon een leuke track vind. Staat Excitebike Arena op de laatste plek. 24. Bone Dry Dunes. Bone Dry Dunes is simpelweg de woestijntrack van Mario Kart 8. Alleen vind ik deze gewoon niet zo interessant. Het Dry Bones thema is leuk, maar te weinig toegepast naar mijn mening. Er gebeurt weinig speciaals en is gewoon niet zo goed vergeleken met bijvoorbeeld Calamari Desert van Mario Kart 64. Met een unieke layout dankzij de rondrijdende trein of Dry Dry Ruins uit Mario Kart Wii, waar de hele map steeds verder volloopt met zand. 23. Twisted Mansion. Dit spookhuis heeft buiten het gedeelte onder water wederom niet echt iets bijzonders, waardoor de tracker er echt uitspringt. Het doet me te veel denken aan een spookhuis op de kermis met die golvende vloer bij de ingang. Nummer 22. Ice Ice Outpost. Ice Ice Outpost is een van de DLC tracks met een relatief uniek level design, doordat het compleet circuit vrijwel uit 2 aparte tracks bestaat. Buiten het wel leuke circuit om, vind ik de omgeving niet bijzonder. Sterker nog, ik voel er niks van dat dit Mario gerelateerd is. Er lopen, zoals op andere ijscircuits, geen Mario enemies op of langs het circuit. En de enige Mario characters die zijn te vinden op de map zijn de Toads die staan toe te juichen bij de finish. Nummer 21. Thrum's Ruins. Als ik denk aan Thrum Ruins, denk ik aan de ruïne vol met Thrums. Helaas kom je op 2 plekken in het circuit Thrums tegen, die je niet eens in de weg zitten, omdat je ze bij de eerste plek makkelijk kan ontwijken door eventueel de muur op te rijden, en bij de laatste 2 aan het einde van de track is de weg zo breed dat het bijna knap zou zijn als ze je zouden raken. Nummer 20. Sweet Sweet Canyon. Ik ben bang dat Luncheon Kingdom van Super Mario Odyssey mijn beeld bij een wereld vol met eten zodanig heeft veranderd dat ik Sweet Sweet Canyon's uiterlijk gewoon niet meer zo interessant vind. Als de track er zo kleurrijk en lekker uit had gezien als in Odyssey, had de track waarschijnlijk wel hoger gestaan in de lijst. Nummer 19. Animal Crossing. Vanaf hier vind ik het wel moeilijk worden om negatieve dingen te bedenken over sommige circuits. Maar de manier waarop ze Animal Crossing hebben geïntegreerd in Mario Kart is gewoon bijna perfect gedaan. Het laat de rustige en kleurrijke omgeving van Animal Crossing spellen zien en dat ze de geluiden van coins en itemboxen ook nog hebben veranderd maakt het alleen maar beter. De reden dat de track zo hoog staat daarentegen is omdat het circuit zelf niet heel veel voorstelt. Er is bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van anti-gravity. Nummer 18. Mount Wario. Mount Wario is een van de tracks die geen laps heeft, maar een point-to-point race is. Dit geeft de track een heel ander gevoel vergeleken met 3 keer hetzelfde rondje rijden. Daarbij kunnen de tracks veel groter zijn en daarvoor is Mount Wario een goed voorbeeld. Zo begin je in de vliegtuig waar je uitspringt, meteen de berg op, daarna ga je door een grote grot en ineens lijkt het alsof je meedoet aan de Olympische Spelen. Een minpunt aan deze track vind ik het gedeelte in het bos. Het zal waarschijnlijk aan mij liggen, maar ik weet daar nooit hoe ik het beste doorheen kan en ik knal altijd tegen de boom aan. Nummer 17. Hyrule Circuit. Na al die jaren Peach Castles en Bowser Castles te hebben gezien, zien we eindelijk een ander kasteel. Het Hyrule Kasteel. Ook hier hebben ze geluiden van coins en itemboxes weer veranderd, alleen hebben ze daarbij toegevoegd dat het geen coins, maar rubies zijn. Het enige minpunt wat ik kan bedenken aan het circuit, is dat het aan de korte kant is. Of die verdomde trap met die anti-gravity draaidingen waardoor de ramp open zou moeten gaan die ik nooit alle 3 kan raken. Nummer 16. Shy Guy Falls. Wat moet ik hierover zeggen, dan dat het gewoon een leuk idee is. Het is niet super duper bijzonder, maar ook zeker niet saai, want hey, het heeft Shy Guys. En weet je wat het leuke is aan die Shy Guys? Ze maken hele schattige geluidjes als ze aan het mijnen zijn. Luister maar. Nummer 15. Wildwoods. Nog een track waar het wemelt van de Shy Guys. Alleen zijn ze nu aan het mijnen, maar rijden we door hun boom heen en vliegen we langs hun hele schattige boomhuisjes. Verder vind ik deze track wel origineler, omdat we rijden over een boom heen. Wat wil je nog meer?
Nummer 14. Dolphin Shoals. Normaal ben ik niet zo fan van onderwaterlevels in Mario-spellen, maar om een keer door zo'n level heen te racen is toch net even wat anders. Wat ik gaaf vind aan deze track is de layout en hoe gevarieerd die is, maar vooral het gedeelte waar je ineens over die supergrote paling heen rijdt. Het enige wat ik mis bij deze track is Dory uit Super Mario 64 en Odyssey. Nummer 13. Dragon Driftway. Het is een draak! Hoe kan je dit geen coole track vinden? Daarbij is het de draak uit Super Mario Galaxy. Waarom staat de track dan enigszins hoog, vraag je misschien af. Nou, ik speel het liefst op 200cc en ik heb dan met deze track vaak gewoon te veel moeite en vlieg er te vaak vanaf. Nummer 12. Mario Kart Stadium. Bij Mario Kart DS heb je het Figure 8 circuit, bij Mario Kart 7 het Toad circuit. En dan komt Mario Kart 8 met Mario Kart Stadium, als allereerste track. Dit is gewoon een standaard Mario circuit, maar dan net even anders. Dat komt natuurlijk door het gebruik van de anti-gravity. Dit is bij deze track gewoon perfect toegepast om het aan de speler te introduceren en het ziet er gewoon denderend uit. En ja, ik zei denderend. Nummer 11. Big Blue. Na al die jaren hebben we eindelijk F-Zero in Mario Kart 8. Alleen niet als zijnde Captain Falcon, maar in de vorm van twee circuits. En oh boy, zijn deze circuits goed gemaakt. Het voelt gewoon alsof je razendsnel over het circuit gaat door alle boosts en waterslides. Nummer 10. Mute City. Zoals ik al zei, er zijn twee F-Zero circuits in Mario Kart 8. Maar als ik moet kiezen tussen de twee F-Zero circuits, dan ga ik voor Mute City. De achtergrond van het circuit is gewoon fenomenaal. En verder vind ik de layout gewoon leuk om over te racen. Nummer 9. Bowser's Castle. Je standaard Bowser's Castle kan natuurlijk niet ontbreken in de Mario Kart spel. En oh boy, zit er eentje in Mario Kart 8. Met alle obstakels die om je oren vliegen en lava die overal om je heen zit. Dankzij de anti-gravity letterlijk overal om je heen. En dan nog de mega Bowser die de weg probeert te doorboren. Naar mijn idee is dit een van de beste Bowser Castles. Nummer 8. Rainbow Road. Net zoals er in elke Mario Kart een Rainbow Road zit, zit die natuurlijk ook in Mario Kart 8. Sterker nog, Mario Kart 8 bevat er zelfs 3. Maar goed, deze Rainbow Road heeft goed geleerd van Rainbow Road uit Mario Kart 7. Door niet alleen de baan te houden op een weg van regenbogen, als dat logisch klinkt. De baan gaat namelijk nu ook gedeeld door het ruimtestation. Met een redelijke moeilijkheidsgraad is dit de bijna perfecte Rainbow Road om de laatste cut mee af te sluiten. Nummer 7. Cloud Top Cruise. Zoals te merken is, vind ik alle tracks ondertussen al lang geweldig. Maar deze track is gewoon echt bijna perfect. Alle referenties die ze hebben toegevoegd, zoals het question mark blok met de bonuszaak, de luchtschepen van Bowser en de Mario Galaxy muziek. Dit is de tweede Mario Galaxy referentie. Mario Galaxy 3, Nintendo, please! Daartegen vind ik het onweer wel erg vervelend die de boosters laten stoppen met werken. Nummer 6. Electrodome. Music Park, maar dan elektronisch. Music Park is al een geweldige track. En de Electrodome is een geweldige neefcircuit. Met de splitsende tracks, de ruime bochten waarin je lekker kan driften en de beat waarop je speelt is deze track gewoon één groot feest. Haha. Nummer 5. Waterpark. Van baby pretparken naar een waterpark. Ik weet niet hoe ze in hemelsnaam kwamen op het thema, maar hey, I like it. De start van het circuit doet me heel erg denken aan Coconut Mall, mijn allerfavoriete Mario Kart map. En verder vind ik het gewoon een erg vrolijke map. Ik weet ook begot niet wat die onderzeeachtige achtbaan en reuzenrad in één is, waarover je een stukje rijdt, maar wederom, hey, I like it. Nummer 4. Superbell Subway. Het concept is zo simpel, maar zo goed uitgewerkt. Het is letterlijk een metrostation / tunnel waar je doorheen rijdt. Ten eerste vind ik het metrostation er ook gewoon erg mooi uitzien, ook al doet hij me wel eerder denken aan het treinstation. Er staat ook genoeg bekende bestemmingen op de borden. Daarbij is de leuke additie om alle zijwegjes te kunnen nemen in de tunnel en het moeten ontwijken van de metro's is een leuke uitdaging. Ook al kan dit soms erg frustrerend zijn. Nummer 3. Mario Circuit. Normaal vind ik circuits, of überhaupt circuits, met het woord circuit in de naam niet heel bijzonder. En dat zijn ze meestal ook niet, omdat in het echt racecircuits dit ook niet zijn. Maar door het unieke Mobius Loop, zoals dat heet, design, vind ik het altijd leuk om op dit circuit te racen. Uiteraard ontbreekt Peach Castles ook niet, ook al zie je deze nu wel anders dan ooit. Ik zie dit circuit als een betere versie van het Figure 8 circuit uit Mario Kart DS. Jezus, hoe vaak heb ik het woord circuit wel niet gezegd. Nummer 2. Toad Harbor. Ik weet niet wat het is met deze map, maar wederom is het zo'n simpel thema, San Francisco. Maar het is daardoor zo'n leuk circuit geworden. Eerst race je omhoog door een markt, langs een kasteel en daarna vervolg je de weg naar beneden langs de tram om daarna in de haven te belanden. Ik vind deze map gewoon erg mooi, oké? Laat me.
Nummer 1. Sunshine Airport. Het is een vliegveld. Bedankt voor het kijken naar deze video. Oké, ik zal iets meer vertellen dan dat. Er vliegen vliegtuigen langs je, je race door een vliegtuig, over en in het vliegveld, je vliegt zelfs een stuk. Ook hier staan bekende bestemmingen op de borden en in de verte zie je Koopa Troopa Beach van Mario Kart 64. Al bij al, hoe kan je dit geen geweldige track vinden? In ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze video en misschien tot de volgende keer.